Welkom weer bij de 196e aflevering van Autogek Inmiddels. Het is vandaag donderdag 12 maart 2020 dat we dit opnemen. Ja. Daniel, fijn dat je er nog bent. Ja, gelukkig. We staan op gepaste afstand van elkaar. Ja. Ja. Ja, 2 meter en anders dan even een voetje tegen elkaar en dan kunnen we ook gedag zeggen. Ja, het is helemaal even niet anders. Vandaag hoorden we ook het nieuws, net voor de uitzending, dat de Formule 1 in Melbourne waarschijnlijk, en niet meer dan waarschijnlijk, maar die gaat niet door. Ja. Bahrein, zoals het nu verluidt, gaat zeker niet door. Vietnam gaat niet door. En waarschijnlijk Zandvoort gaat ook niet door. En de daaropvolgende 2 Europese races, die van Spanje en Monaco, gaan ook niet door. Nou, lekker dan. En men gaat er nu vanuit dat de openingsrace van dus een, wat zal zijn, waarschijnlijk een heel ingekort Formule 1 seizoen, pas zal plaatsvinden in Baku. Zeg, dat wordt in juni, hè? Dat is in juni pas. Ja, ja. Nou, lekker dan. Ja. Dan moet ik al die tijd doen. Hebben we 3 maanden naar uitgekeken. En nou ja, maar wij niet alleen. Ook vele andere Formule 1 volgers en überhaupt sportliefhebbers. Hè. Voetbal en zo gaat ook allemaal niet door. Ja. Laten we hopen dat het snel beter gaat en dat het snel voorbij is, Daniel. Wat ook voorbij gaat, is de reglementen uit de Formule 1 van 2019-2020. Want volgend jaar komt er echt een heel nieuw concept rondom een Formule 1-auto. Om dat nou een beetje inzichtelijk te maken, hebben we daar de 10 belangrijkste punten op een rijtje gezet. Goed. Kijk eens even mee. In 2021, oftewel volgend jaar al, komt de Formule 1 met een complete nieuwe formuleauto. De bedoeling hiervan is om het close racen en de Formule 1 nieuw leven in te blazen. Er zijn een hoop veranderingen, die zijn allemaal vastgelegd in het FIA Book of Regulations. En er komen natuurlijk onderhuids nog een heleboel veranderingen bij in de toekomst, maar de 10 punten waar overeenstemming van is bereikt, zijn de volgende. Nummer 1. Auto's met grondeffect komen terug. Auto's met grondeffect werden in 1982 verboden. Maar de roep om terug te komen op weer het grondeffect, oftewel dat de auto zich vastzuigt aan de weg, dat werd vroeger gedaan met skirts, die komt steeds vaker terug. Want het, zoals jullie allemaal weten, het volgen van een Formule 1-auto blijft nu onbegonnen werk. Waarom? Omdat er heel veel vuile lucht achter de auto vandaan komt. En daar hebben ze nu een nieuw grondeffect voor. Dat gebeurt door middel van 2 tunnels. Deze tunnels die creëren een Venturi-effect, oftewel de lucht wordt samengeperst waardoor het versneld wordt. En daardoor ontstaat midden in de auto een soort vacuüm. En dat vacuüm zorgt weer voor enorm veel downforce en dat heft ook een hoop gewicht op. Zoals de vroegere auto's met grondeffect hebben deze geen skirts meer. Daarentegen hebben ze wel vinnen en die vinnen die zorgen ervoor dat de lucht allemaal precies gestuurd wordt. Een gestandaardiseerde bodemplaat zorgt ervoor dat alle teams zich aan die regels houden. Nummer 2. Nieuw bodywork. Er zijn heel veel veranderingen aan het bodywork. De nieuwe klasse Formule 1 auto's zal het moeten doen zonder alle diffusers en bargeboards aan de zijkant. Daarvoor in de plaats wordt er nu veel meer controle gevoerd over de luchtstromen door middel van de voorwielen. De reflectors om de wake, de vuile lucht van de banden, komen dus weer terug. Dus er komen weer vleugeltjes over de banden heen. De vleugel, voorvleugel wordt eenvoudiger, maar daar zijn ook nog wel verschillende veranderingen in mogelijk. Dus elk team heeft daar wel zijn eigen invloed nog op. Er zijn wel meer restricties. Je ziet ook dat de vleugels eigenlijk eenvoudiger qua ontwerp zijn. Dit moet er allemaal toe bijdragen dat de auto's dichter achter elkaar kunnen rijden en dat dus close racing meer gebeurt. De achtervleugel wordt ook totaal nieuw. Je ziet de vorm van de achtervleugel, die zit ook verder achter de auto.
Het is meer in een ovaal vorm. Die achtervleugel zorgt met name nu voor heel veel vuile lucht achter een Formule 1 auto. De DRS blijft vooralsnog tot 2023 van kracht. Maar als de auto's zo goed gaan presteren zoals nu in de winter nog getest is, zal dat mogelijkwijs ook verdwijnen. Je ziet hier in 2019 heb je nog 55% downforce in de huidige auto's. En dat zou omhoog moeten gaan naar 86%. Worden dan alle auto's allemaal gelijk? Nee, binnen de regels hebben de teams nog voldoende mogelijkheden om het een en ander aan te passen. En ja, daardoor krijg je toch weer variaties die binnen de regels mogelijk zijn. Nummer 3. De motoren krijgen kleine aanpassingen. De motoren die blijven gewoon zoals ze nu ook zijn. Het zijn dezelfde hybride motoren. Er is even discussie geweest over het MGUH-systeem, maar er is besloten dat dat er ook in blijft. Alleen de motoren mogen niet meer van allemaal exotische en hyper high-tech materialen gemaakt worden. Dus het moet van commercieel verkrijgbare materialen vervaardigd worden. Daarmee krijgen ook klantenteams krijgen dus ook meer inzicht in de motoren en kunnen daar ook zelf meer aan doen. De brandstoffen die worden ook aan veranderingen onderhevig, want de brandstoffen, de energieleveranciers of de brandstofleveranciers moeten hun engine mapping, zoals dan heet, ook delen met andere teams. Dus het moet transparanter. De brandstofpompen die worden allemaal gestandaardiseerd, dus daar kan ook niet meer mee gesjoemeld worden. Verder is het zo dat de brandstoffen minimaal voor 20% uit duurzame brandstof, oftewel biofuel, moeten bestaan. Nummer 4. Nieuwe klassificatie van onderdelen. Onder onderdelen is natuurlijk een hoop te doen in de Formule 1. Nou, nu worden omschreven onderdelen, dat zijn vastgestelde onderdelen in het reglement, die de teams zo moeten maken. Dan heb je standaard onderdelen, die iedereen moet deze gebruiken, zoals bijvoorbeeld wielmoeren en pitgereedschap. Dan zijn er nog verhandelbare onderdelen. Dat zijn onderdelen die gemaakt kunnen worden door teams, maar ook verkocht mogen worden tussen teams. Zoals versnellingsbakken. Zo kan Haas dus gewoon onderdelen blijven kopen van Ferrari. De omschreven onderdelen moeten exact volgens de regels worden gemaakt. Bijvoorbeeld de hele wielophanging en ook eerder genoemde bodemplaat. Dan heb je ook nog open source onderdelen. Dat zijn delen die door derden worden gefabriceerd en beschikbaar zijn voor iedereen. Zoals het DRS-systeem, de remmen die voor 2 jaar dan vastliggen en bijvoorbeeld het stuurwiel. Nummer 5. De nieuwe sportregels. Vanaf 2021 zijn er nieuwe technische regels. Zo worden er restricties opgelegd wat betreft het windtunnelgebruik. Dit houdt in dat men in 2021 nog maar maximaal 400 uur gebruik mag maken van de windtunnel. En de daaropvolgende jaren zakt dat nummer verder terug naar 320. Dus de teams hebben minder tijd om mee te werken en minder gegevens om mee te werken tijdens het seizoen. Dyno-testing van motoren wordt ook beperkt om kosten te besparen. Er zijn ook nieuwe straffen voor het gebruik van, of verbruik eigenlijk, van remschijven en blokken. Bij een eerste overtreding krijg je 3 plekken gridstraf en de daaropvolgende keer 2 plekken gridstraf. Nummer 6. Een 3-daags weekend. Omdat de Formule 1 naar 25 races wil groeien, is de donderdag uit het weekend geschrapt. Dat betekent dat de goedkeuringen, oftewel de FIA-keuringen, nu op vrijdag gaan gebeuren. En dat geeft toch wel wat met zich mee. Want je mag alleen racen met een goedgekeurde onderdelen. De omschreven onderdelen moeten dus eerst door de FIA gekeurd zijn. Teams kunnen nog wel nieuwe onderdelen testen tijdens de vrije trainingen, maar die mogen ze niet gebruiken tijdens de race, want ze moeten eerst door de keuring heen. Dus dat kan spannend worden. Nummer 7. Nieuwe veiligheidsvoorzieningen. Het probleem in het huidige Formule 1 is dat de hoeveelheid onderdelen op de baan bij beschadigingen van vleugels voor veel oponthoud zorgt. Nieuwe regels stellen dat een aantal onderdelen met flexibele rubbers vastgezet moeten worden, zodat ze niet zo makkelijk in stukken loslaten. Een aantal onderdelen aan de achterkant hebben voorgeschreven breuklijnen, zodat ze aan de auto vast blijven zitten bij een crash. De zijkanten van de auto worden versterkt en de cockpit wordt ook groter gemaakt. Dit om langere coureurs niet uit te sluiten van de deelname aan de Formule 1. De wielen zullen een LED-display krijgen. Ook zal er een display op het chassis komen.
gevolg van al deze maatregelen is ook dat het gewicht omhoog gaat van 745 kilo naar 768 kilo. Nummer 8. Het budgetplafond. Voor het eerst in de historie krijgen de Formule 1-teams te maken met een budget cap. Ieder team heeft in 2021 maximaal 175 miljoen dollar te besteden op basis van 21 races. Voor elke extra race komt er 1 miljoen bij. Hierin wordt, zoals verwacht, het marketingbudget, salarissen van coureurs en de top 3 bestverdienende werknemers niet meegenomen. Dit betekent voor de grotere teams dat ze de broekriem aan moeten trekken en voor de kleinere teams moet er juist geld bij opgeteld worden. Teams die deze regels overtreden zijn gewaarschuwd. Je kan je kampioenschap verliezen, waarschuwde Formule 1 topman Ross Brawn. Nummer 9. Versnellingsbakken en ophangingveranderingen. Om de kosten van R&D, dus Research and Development, te verlagen, worden de versnellingsbakken ontwerpen worden vastgelegd voor 5 jaar. Dus ze moeten een bak ontwerpen in 2021 en daar 5 jaar gebruik van maken. Tijdens deze periode krijgt iedereen 1 kans om een nieuw ontwerp te maken. Ook voor de ophangingen gelden grote veranderingen. Er mogen van bepaalde torsiebars geen gebruik meer gemaakt worden. Ook bepaalde dempers zijn verboden. Er mag niet meer een extra ophanging komen aan het wiel. De wielinlaten die worden wel vergroot om de 18-inch wielen voldoende te koelen. De bandenwarmers die blijven nog tot en met 2023, maar worden wel voor alle teams gestandaardiseerd. Nummer 10, de regels voor CAD ontwerpen. Het CAD is het tekenprogramma, het ontwerpprogramma wat alle Formule 1 teams gebruiken om elk onderdeel op de auto te ontwerpen. Dit moet ze nu in de toekomst aanleveren bij de FIA, zodat de FIA direct kan zien of een onderdeel aan de regels voldoet. Ook kunnen ze bij controles gelijk kijken van is dit overeen met het CAD ontwerp en als dat niet klopt, dan heb je een groot probleem. Dit zijn de belangrijkste 10 regels voor 2021. Een hoop veranderingen. Ja, 10 dingen. Het is een hele lijst. Ja, het zijn wel 10 hoofdpunten, maar daaronder zitten natuurlijk... Ja, ik heb toch zoveel mogelijk proberen kort te houden, maar... Ja. Er is nog veel meer, maar dit zijn wel de belangrijkste dingen. Dus nou, dit is inderdaad de highlights uit. Ja. Opvallend is dat budgetplafond. Ja. Ik wist wel dat het eraan zou komen, nou, dat is allebei wel. Maar we weten nu dus hoe hoog het wordt. Ja. En toch nog 175 miljoen dollar. Ja, of je nou met je leeghoudt. En dan zonder de salaris. Hè? Ja, maar het is wel leuk dat je erbij zegt, verdeeld over 21 races. Maar zoals het er nu uitziet, gaan we in ieder geval dit jaar die 21 races lang niet halen. Nee, zeker niet. Dus hoe gaat het volgende keer en hoe werkt zich dat dan door naar dat budgetplafond? Hè? Nou ja, dat zeg ik. Er zullen nog wel daar zullen ook alweer allerlei regels voor opgenomen zijn. Maar dat wou ik maar niet ook nog bij nemen. Dat is helemaal niet. Verder moet ik zeggen dat ik een aantal dingen die... Ja. Even over de aanvoer van onderdelen en dergelijke. Dat er wordt bijna geen open source gebruikt, heb ik de indruk. Want alles wordt natuurlijk helemaal echt gestandaardiseerd op de auto die ze ontworpen hebben. Maar ja, als die auto steeds meer aan standaardeisen moet gaan voldoen, krijg je steeds minder mogelijkheden om af te wijken en je dus te onderscheiden. Absoluut. Ik vind het wel heel mooi dat dan open source leveranciers... Ja. He, dus leveranciers van onderdelen die je ook gewoon in de groothandel zou kunnen kopen, laat ik het zo maar even zeggen, dat die wel net gewoon een extra boost krijgen. Ja, maar ook heel leuk. Er zijn dus een aantal mensen, waaronder Aston Martin, is bezig al met het ontwerpen van versnellingsbakken, die ze dan dus ook aan andere teams kunnen en mogelijk gaan verkopen. En omdat die regels veel strenger zijn, heb je ook dat voordeel niet zo lang meer. Want je moet 1 bak, moet je dus 5 jaar mee doorgaan. Ja. En dan mag je onderweg wel nog een aanpassing doen. Niet echt een nieuw ontwerp, maar wel een aanpassing doen. Maar mag je maar 1 keer doen in die 5 jaar. Ja, dus je moet ook zorgen dat het in 1 keer goed is. Het moet wel anders 1 keer goed. Anders heb je echt een probleem. Ja. Ja. Maar goed. Maar toch nog eventjes op het huidige seizoen. Toch nog maar even terugkomen. Ondanks dat de race niet doorgaat. Maar... als de race wel was doorgegaan, dan kan ik u nog wat zieker maken. Nee, er al van bed thuis. Maar dan was het toch wel heel spannend geweest. Ja, want wat blijkt nu? Bij nadere informatie blijkt dat Max dus niet in de auto gereden heeft op Barcelona met het aero-pakket waarmee hij het seizoen zou gaan rijden. Niet? Niet. Oh. Dus dat aero-pakket zou hij pas gaan gebruiken in Melbourne. En nog een tweede feitje. Ze hebben een nieuwe turbo ontwikkeld op de RB16 van Max.
En die turbo heeft het volgende effect. Ze hebben daar bepaalde kleppen kunnen ze dichtzetten. Als je het gas loslaat, maar die turbo die blijft volle kracht doordraaien. Die lucht die er dan ontstaat, door die kleppen niet meer van naar de motor in laten laten, ja, maar dat die wordt nu onder de auto weggeblazen. En dan krijg je eigenlijk waar we spraken over dat 2021 ja, effect, het Venturi effect onder ja, die auto. Daarom, en dat vielen de reporters en iedereen wel op, kon hij zo verschrikkelijk hard door die bochten heen. En ze begrepen het al niet, want die auto maakte vrij veel lawaai door de bochten heen. Ja. Dat ze dachten, eerst blijft die motor hangen. Nee, die turbo die blijft draaien. Die turbo, ja. Nog een voordeel is, als hij de bocht uitkomt, heeft hij direct 100% turbovermogen. Ja. Dus er waren toch meer dingen in die RB16 gedaan dan ja, dat we wisten. Nog een leuk feitje was dat Mercedes, Hamilton die was dus, ja, maar Hamilton die was dus heel verbolgen dat het niet, dat ze daar überhaupt gingen racen. En die vond het ja, eigenlijk allemaal niks. Mercedes bleek een enorm groot probleem te hebben met de achterremmen en met name met de koeling van de achterremmen. En daar liepen ze toch flink over te zweten met ja, z'n allen. Ja, dat probleem zal waarschijnlijk nu Mercedes dan wel komen uitkomen dat het niet doorgaat. En dat ze dus, en dat geldt eigenlijk voor alle teams en met name voor teams als Williams, die hebben nu gewoon nog 3 maanden extra research en development, ik struikel er bijna over, dus ontwikkeling nog van die bestaande auto's. Ja. Dus ja, het is niet alleen vervelend als je rem zo warm wordt. Alleen maar Pirelli testen banden hebben sowieso al de neiging om heel erg gauw erg zacht te worden. Ja. Dus als je remmen erg warm worden, dan rij je helemaal op kauwgombandjes. Zo is het. We gaan eens even naar de actualiteit. En de actualiteit is natuurlijk ook dat het, zoals u weet, inmiddels is ingegaan in Nederland. Dat de snelheidsbeperking, dat is bij onze oosterburen, is dat toch een andere discussie geworden. Want het heeft het niet gehaald om de snelheid op de autobaan te beperken tot 130. Dat is echt compleet weggestemd. Dus ja, in Duitsland blijft het voorlopig nog zo hard als je maar wil. Op bepaalde stukken. Ja, want? Want er zijn ook een aantal stukken en dan mag je niet meer zo hard. En nou hebben ze in Duitsland nog wat anders bedacht. Ja, u ziet hier al een ding staan. Dat is een app die wij in Nederland kennen. Dat heet Flitsmeister. Ja, hij zou in Duitsland gewoon heel goed passen. Ja. Maar in Duitsland mag je hem niet gebruiken. Je mag hem wel op de telefoon hebben. Maar als je hem daadwerkelijk geactiveerd hebt onder het rijden in een beperkte snelheidszone of bij een controlepost en je wordt gesnapt, dan ben je de pineut. Weer. Ja. Alleen hoe ze het gaan controleren, dat wijzen we hier nog niet. We gaan naar een vrolijk onderwerp. De Chevrolet Camaro. Nou, je weet toch wel, daar hebben we het al een keer over gehad. Ja. Dit is een veiling geweest. Ja. En een bijzondere veiling. En die veiling was van een autootje. En dat is uit de serie Hot Wheels. Ja. Van maar de niet zo, de serie Hot Wheels. Nee. Die ga je niet even snel bij Bart Smit uit het schap trekken. Nee, nee. No way. Dit was eentje uit de Redline-serie. Ja. Die is gemaakt tussen 1968 en 1977. En die was te herkennen aan het rode streepje op de bandjes. Ja. Dit ding is in, zoals alles uit China komt, vandaag de dag. En daar weten we inmiddels alles van. Is deze Hot Wheels ook nog eens een keer gemaakt in een Hongkong Mall. En dat maakt hem blijkbaar heel zeldzaam. Zo zeldzaam zelf dat dit Camarootje, schrikt u niet, is voor $100.000 geveild. $100.000 voor een... Ja. Wat wij zeiden, een dinkytoy. Ja, precies. Het komt er wat anders bij. Het is de enige die ook in deze kleur zo is uitgevoerd. Ja. Het is een voorserie. Dus voor verzamelaars is het absoluut de heilige graal. Ja. Die moesten inderdaad flink aan de bak. Overigens met veilingkosten en dergelijke zaten ze ruim boven de 120.000. Hè? Ja, nou moet je nagaan. Voor een speelgoedauto. Voor een speelgoedautootje. Ach, als je geld genoeg hebt of te veel hebt, kan je het daaraan kwijt. Ja. Van de Camaro gaan we over naar de Chevrolet Corvette. En de Corvette was een befaamde Amerikaanse sportwagen. Wat nou zo bijzonder is, daar hebben ze recentelijk een hoop van gevonden. Ja. Waar het niet, Daniel? Een schuurvondst. Een schuurvondst. Ja, probeer je voor te stellen. Je doet de deur van een schuur open. Er staan 36 Corvettes. In nieuw staat.
En dan van ieder bouwjaar, hè? Vanaf 53 tot en met 89 zo'n beetje. Nou, hoe kom je daar nou zo aan? Ooit was er in 1988 zo'n beetje een lancering van, van VH1. Dat is een televisiezender. Die hebben al die Corvettes destijds bij elkaar gekocht. Dat kostte ze toen iets van, wat was het, 600.000 euro, zo'n dollar was het in die tijd. Dollar. En dat gingen ze verloten. Dat leverde er dan 2 miljoen op. En daar konden ze dan weer een tijdje lang mooie uitzendingen van maken. Ja. Gewoon verloot. Je moest even bellen. En dat kostte dan $2 destijds. En dan kon je met een beetje geluk kon je al die auto's kon je eigenlijk aanschaffen op die manier. Nou, dat was een timmerman. Ene Dennis Amadeo uit New York. En die won het. En er was er een kunstenaar. Dan moet ik even kijken hoe die precies heet. Ik weet het even niet, maar dat is een kunstenaar in ieder geval. En die dacht van, dat is leuk zeg. 36 Corvettes, daar ga ik een mooi kunstproject van maken. Dus die boot, die Dennis Amadeo, die bood die $250.000 in contanten. $250.000 in kunst. Nou, ik heb gezien wat hij ervan gemaakt heeft. Ik hoef het niet. Nee. En ook nog een keertje commissie. Dat mocht hij de Corvettes gaan verkopen, kreeg hij nog een beetje geld erbij. Nou, die man is niet verder gekomen met het plakken van een paar stickertjes en weet ik wat allemaal niet. En heeft ze daar lekker een beetje laten staan verrampeneren daar in die schuur. Ja, hij was de helft van de tijd zo stoned dat hij helemaal niet in de gaten was wat hij aan het doen was. Dat is natuurlijk helemaal in die flauwe power tijd. Dat is ook te zien. Ongelooflijk. Ja. Dus hij is er wel mee begonnen, maar heeft het nooit afgemaakt. Nee. Nou, als je dan een sticker plakt, weet dan wat je ermee doet. Gelukkig maar, zeg maar. Ja. Inderdaad, ja. Anyway, ze zijn weer gevonden. En ze worden nu dus weer verkocht. Ja. Dat gaat ook weer via loterij, Paul. Dus grijp je kans. Ja. Maar je bent niet zo van de Corvette. Nou, nee, want er zit nog een haakje aan. Je mag wel kijken, maar je mag niet kopen, want ze mogen uit Amerika niet uit. Nee, op dit moment niet? Of? Nee, überhaupt niet. Nee. Oh, die auto's mogen dus niet geëxporteerd worden. Nou goed. Dat was de belemmering erop. Dus we mogen wel kijken, maar niet kopen. Jongens, niet best. Is eigenlijk gewoon wel een hele goede Nederlandse eigenschap. Kijken en niet kijken kopen. Kijken en niet kopen. Ja, KVP, toch? Hè? Ja. Kijken voor de pleiten. Kijken voor de pleiten, ja. Anyway, ze zijn dus in Amerika te koop, maar alleen als je in Amerika woont. Althans, ze worden daar verloot. Ja. Dan mag je meedoen aan die loterij. Zo was het. Precies, alleen als je in Amerika woont, mag je meedoen. Maar wij mogen alleen kijken. Ja, alleen maar kijken. Nou, ik vind het ook best. Zo is het. Ik vind een Corvette vooral mooi om naar te kijken, eerlijk gezien. Maar omdat Daniel de Corvette zo mooi vond om naar te kijken, blijven we in de sfeer van de Chevrolet Corvette. Want hij heeft er namelijk afgelopen jaar ook een hele mooie Corvette C2 getaxeerd. Ja. En daar gaan we even naar kijken. Nou, als kijker weet ondertussen mijn bizarre voorkeur voor Amerikaanse auto's. En als er één Amerikaanse auto is die voor mij toch wel een hele bijzondere voorkeur heeft, dan is het toch wel de Corvette. Ze zeggen dat het een Chevrolet Corvette, maar dat was helemaal niet de bedoeling. Corvette was eigenlijk een merk naast Chevrolet. Dus dan kan het wel eens gebeuren dat je gaat zoeken in koerslijstjes of wat dan ook. Of misschien wel eens bij een autoscout of iets dergelijks. En dan zoek je naar Chevrolet en dan naar het model Corvette. Gaat niet lukken, je moet even verder scrollen. Dan zie je het merk Corvette staan, want dat is eigenlijk de bedoeling. Het was natuurlijk ook een heel aparte auto binnen dat hele segment. Want zeg nou eerlijk, lijkt dit op een Caprice? Nee. Lijkt het op een Chevelle? Nee, ook niet. Echt niet. Dit is een Corvette en niet anders. En nog wel een Corvette C3. En als je hem dan inderdaad een Corvette C3 hebt, moet hij ook eigenlijk wel in deze kleur zijn, vind ik. Ja, of knalgeel vind ik hem ook heel mooi. Dit is nog een keer een hele mooie Targa-versie met korte achterkantje. Die vind ik dan ook nog een keer heel mooi. Daar horen officieel nog mooie hoesjes bij. Die kan je dan opzij leggen. En dan rijd je cabriolet. Het zijn zulke fijne auto's. Hè. Het is, body is van GFK, dat is een polyester vezel op glasvezelbasis. En ik vind vooral bij deze auto, de wielen vind ik heel opvallend. Als je nog eens een keertje kijkt naar, hoe heet het programma ook weer? Het programma met de meeste T's. Die E10, dat domme busje van die E10, die heeft ongeveer dit soort wielen, moet ik zeggen. Er zijn eigenlijk dezelfde wielen, komen bij Williams vandaan. En het zijn, in Duitsland noemen ze het tiefbed, lekker diep. Dus met een hele lage offset. Nou, wat ik heel opvallend vond toen ik naar deze auto keek, was hier een massaslot, maar er zit ook een aansluitingje bij. Ja, het had even. Ik zou het niet met zijn schroefje gedaan hebben, maar er zit een aansluitingje bij voor een druppellader. Dat staat hier in de garage. Dan kun je even een druppelladertje eraan. Huppatee. Dus je mag toch een beetje stekkeren met deze auto.
Wat ik ook bijzonder vind, is dat zilverkleurige interieur. En als je het ziet, denk je van dit is stof. En dan ga je je hand eroverheen halen en dan is het dat niet. Dit is vinyl. En dat is maar goed ook, want als het dak eraf gaat en je hebt stof interieur, dan gaat het scheuren en het wordt lelijk. En dit vinyl, dat blijft eigenlijk veel en veel mooier. Zeker ook als je er een keertje een flinke regenbui overheen krijgt. Wat ik ook heel goed vind met deze is de versnellingsbakken. Even de laatste Turbo Hydramatic bakken, de 400 bakken. Deze is dicht. Nou, dan blijft het lekker dicht. Die krijg je niet kapot of je moet het echt heel erg raar doen. En die kan dus echt het ongelofelijke vermogen van deze dikke V8 kan die aan. Ik doe even de klep open. Huppatee. Zien we op een gegeven moment van handje. Dankjewel jongen. En dan kijk ik onder de klep, onder de motorkap. En dan zie ik eigenlijk niks wat niet klopt. Ze hebben een keer een spuitbusje verf hebben ze erop leeg gespoten hier of daar. Maar alles wat erop zit is origineel. Alles wat erop zit, dat klopt. Ja, zelfs de slangen zijn gate slangen. Die komen bij de gates en delco. Dus die werken een beetje samen. En zoals veel mensen van jullie wel weten is General Motors en Delco. Dat hoort een beetje bij elkaar. Ja, dan zie je dat eigenlijk alles gewoon 100 punten in orde is. Hij loopt ook fantastisch mooi. We hebben hem net even aan het praten gehad. Dat hebben we uitgezet, want als we dan opnames maken en ik ben aan het praten, dan hoor je mij niet meer. Of je hoort alleen die auto, dat kan natuurlijk ook. En in sommige gevallen is het alleen maar prettig dat je mij even niet hoort, maar wel die auto. Als je nou goed kijkt naar de Corvette, dan zie je dat er twee verschillende soorten kunststof gebruikt zijn. GFK, dat heb ik net al verteld. En hier aan de voorkant is een neus die is van elastomeer. Elastomeer is veel zachter, dat kun je voelen, kun je zien. Maar je ziet het ook gelijk aan de lak. Elastomeer heeft een heel ander uitzendingscoëfficiënt. Als dat warm wordt, gaat het krimpen en rekken. En de lak, die rekt niet mee. En dan zie je dan ook eigenlijk altijd op oudere Corvettes, zie je dan inderdaad dat daar een soort van lakschade ontstaan is. Nou ja, lakschade. Ik vind het patina. Het hoort bij zijn auto. En wat eigenlijk nog het meeste hoort bij zijn auto is lekker rijden, pakweg een graad of 30 of zo en dan dakje open. En dan lekker over die mooie weg zeg maar langs Blauwhuizen zo met al die bochtjes. Want dat is het leukste wat er is, lekker bochtjes rijden met die auto met het dak open. De Corvette C3. Als je een beetje centjes over hebt, moet je hem kopen. Mooie Corvette. Ja. En een C2 ook nog. Dus en een C2. Ja. Zijn en een mooie V8. Met zo'n langzaam draaiende motor. Dit rijdt zo verschrikkelijk mooi. Ja. Echt. Ja. Het rijdt bijna stationair hè, als je gewoon rustig rijdt. Hè. Ja. Klopt, zo'n motor die maakt bijna geen toeren. Nee, hij maakt bijna geen toeren. Nee. Hij is super soepel. Ja. Dus het hoeft... we hebben het er net heel even over gehad. Ik rijd niet harder als 100, maar met zo'n auto moet je dat eigenlijk ook niet doen. Nee, dan rijdt hij ook niet lekker meer hoor. Nee, joh, nee. Genieten van zo'n ding. Het nieuwe circuit van Zandvoort. Zoveel lof, mooie kombochten. Iedereen keek er naar uit. En het ziet er dus nog steeds naar uit dat het hoogstwaarschijnlijk niet doorgaat. Hopelijk dat ze het kunnen verschuiven nog, maar ja. We wachten het af. We hopen op betere tijden. Bedankt voor het kijken namens ons. Een goede gezondheid en tot de volgende keer.